Mijn trainer van Schellinga die zei tegen mij: zolang jij nog zoveel truitjes breidt in je leven, word je nooit wereldkampioen. Dus ik ben weer een trui aan het breien. En ik ben ook nooit wereldkampioen geworden. Dan had u wel willen zijn? Natuurlijk. Natuurlijk. En ik heb er grote kansen voor gehad om dat te worden. Het feit dat ik daar tweede ben geworden in dat kandidatentoernooi. Ja, dat heeft maar zo gestaan. Het is jammer geweest dat eerst Belova ziek werd en dat ik daarna ziek werd. En dat toen alle troubles begonnen zijn. Want dat heeft me toch wel de kans om ooit wereldkampioen te worden ontnomen. In welk jaar was dat? In 52. Het was een kandidatentoernooi. Maar de winnares, die zou dan tegen de wereldkampioenen spelen. En vrijwel iedereen was ervan overtuigd dat diegene die het toernooi won, dat hij ook wel wereldkampioenen zou worden. Omdat in die tijd toch Roepsoma al een beetje aan het afzakken was. Dus die partij tegen Belova moest ik spelen, was Belova ziek. En toen werd hij op een andere dag, werd hij dus vastgesteld. En toen was ik ziek. Nou, toen zei die dokter eerst, nou, dan bent u kiet. Hè? Maar, nou ja, toen zijn er nogal moeilijkheden geweest. Ik mocht op een gegeven moment niet verder spelen. Nou, en toen dus, de volgende wedstrijd moest ik tegen Bikova. En die stond dus bovenaan in het toernooi. En, nou, dat mocht ik toch nog niet in de toernooizaal spelen. Dus dat moest op mijn kamer gebeuren. Er waren dus twee jongens aanwezig. En die gaven dus de setten door naar de toernooizaal. En ik speelde goed die partij. En toen ik eigenlijk gewonnen kwam te staan, toen gaven ze de setten niet meer door in de zaal. Maar het Russische publiek is geweldig sportief. Dat is, dat vind ik geweldig, zoals die mensen reageren en zo. Of je nou een buitenlandse bent of dat je Rus bent. Als je een mooie partij speelt, dan krijg je daar een daverend applaus. Dat vind ik fantastisch. En die riepen toen op een gegeven moment: we willen de setten zien van de partijen Bikova Heemskerk. En we willen de setten zien. En die bleven roepen. En toen kregen ze de setten te zien. Nou, toen ging er een zucht door het publiek. Want Bikova kwam verloren te staan. Diezelfde dag, toen kwamen al die Westerse dames natuurlijk. En mijn vader, want niemand mocht er verder bij die partij zijn. Mijn vader mocht er ook niet bij zijn. En prins mocht er niet bij zijn. Die kwamen en die waren allemaal in de wolken. Omdat ik ging winnen van Bikova. En die zei, nou, neem die medicijnen maar niet meer. Maar de volgende dag toen kwam de dokter en die zei dat het ernstig met me was en dat ik in het ziekenhuis opgenomen moest worden. En toen zei ik dat ik dat niet voor voelde. Want dat ik me goed voelde en dat ik die dag ervoor tegen Bikova heel goed gespeeld had. En dat ik me prima voelde. Nou, dan zou je de andere dokter erbij halen. Dat heeft hij gedaan. En die schudde zo mogelijk nog bedenkelijker met zijn hoofd. En ik moest dus naar het ziekenhuis. Nou, en ik zei dus dat ik het niet deed. En toen stond ik daar tussen het comité in. En Rakozin, dat is een grootmeester. En een heel aardige man trouwens. En toen stonden we dus daar te discussiëren. En toen zei ik tegen Rakozin, ik zeg, als u nu in mijn plaats was in het toernooi en u stond er net zo voor als ik, zou u zich dan terugtrekken? Nee, zei hij. Ik zeg, nou, dan weten wij wel waar we aan toe zijn, hè? En toen kwamen naderhand dus de Russen terug. En die zeiden dat ze zouden een stuk opmaken. Dat ik moest voor mijn eigen verantwoordelijkheid verder spelen. En dan kon ik de volgende keer weer spelen. En toen heb ik dan die drie Russinnen op één dag verslagen. Ik heb dus de partij, die bewuste partij tegen Belova, heb ik gewonnen. Ik heb de afgebroken partij tegen Bikova, die dus inderdaad wereldkampioen geworden is,
en tegen Ignatieva, dus de ex-vrouw van Bronstein. Die heb ik alle drie op één dag gewonnen. Toen was ik moe, denk ik. Want toen heb ik toch een inzinking gekregen. En toen was het gebeurd met me.